De afgelopen weken is Nederland in de ban van de EHEC-bacterie. Vandaag in de stelling gaan we kijken of de mensen in het Oldambt daar nog steeds bang voor zijn. Bent u bang voor de EHEC-bacterie? Nee, daar ben ik niet bang voor. Nee, u eet gewoon alles nog? Ja hoor, ik eet komkommers, ik eet alles, ja. Ja, en u heeft niet zoiets van, nou, stel dat er toch iets op zit? Nee, ik ben er niet zo bang voor. Okay. En hoe zit het met jou? Ben jij bang voor de EHEC-bacterie? Nee, ook totaal niet hoor. U heeft vast al wel gehoord van de EHEC-bacterie, lijkt mij. Ja. Bent u daar bang voor? Nee hoor, nee. Nee, u eet nog steeds gewoon alles? Komkommers, tomaten, van alles. Okay. Nou, dat laat ik een beetje staan, maar dat eet ik ook niet zoveel eigenlijk. Dus ik ga het ook niet opzoeken. Was jij daar bang voor? Ja, een beetje. Ja? Ik was er een beetje bang voor. Hij heeft ongeveer een weekje geen komkommer gegeten, terwijl ze daar heel gek op zijn, de kinderen. Ja. Een week lang niet? Ja, klopt. Een week lang. En nu eet je ze weer? Ja, nu eet ik ze wel weer. En tomaten? Jawel, die lust ik ook sinds zondag, want eerst lustte die ik. Bent u bang voor de EHEC-bacterie? Nee, hier niet. Hier niet? U eet hier gewoon nog steeds alles? Ik eet alles. Ja. Ja, en ook zelfs de taugee? Nou, dat eet ik sowieso eigenlijk haast niet, dus... Maar u bent... Ik wist dat ook niet. Okay, maar u bent niet bang dat hier in Nederland of hier in Winschoten ook op de komkommers en de tomaten wat zou zitten? Nee, op dit moment niet. De EHEC-bacterie, bent u daar bang voor? Nee. Nee? Nee, ik vind het een hoop gedoe om niks eigenlijk. Ja, u eet gewoon alles? Nou ja, het gaat van de komkommer op de tomaten. Tomaten is het al sla geworden. Nou ja, volgende week is het de champignon, dus... Ja. Ja. Maar wast u het dan ook niet extra en kookt u het dan ook niet even iets meer? Wel, maar ik wast het automatisch al. Maar... nu niet extra meer? Nee. Marcel, jij werkt hier op de, onder andere op de groenteafdeling. Ja. Merken jullie iets hier in Winschoten van de EHEC-bacterie dat mensen daar bang voor zijn? Ja, in het begin wel. Toen het met de komkommers uit kwam, toen merkten we wel dat we geen komkommers verkopen. Maar nou, dat het zo doorgaat, want, ja, wordt er wel weer komkommers gekocht. Dus, En ik zie ook bij de komkommers staat een staat heel groot Hollandse komkommers. Ja, is dat bewust gedaan? Ja. Zeker, want ze hebben het over Spaanse komkommers. Dus in de Hollandse komkommers zit niks in, dus het is hartstikke goed. Dus. Ja, dus ja. Nu merken jullie eigenlijk dat mensen wel weer kopen. Ja, klopt. De EHEC-bacterie, bent u daar bang voor? Nee. U eet gewoon alles nog? Ik wel, ja. En houdt u er ook extra rekening mee qua extra wassen of goed koken? Of? Ook niet. Alles komt vers uit eigen tuin, dus geen last. Nee, dat is heel slim. Yep. En hoe zit het met u, meneer? Bent u bang voor de EHEC-bacterie? Nee hoor. Nee, geen enkel probleem. U eet ook gewoon alles? Alles. Of eet u uit zijn tuin? Nou, daar weer net niet, maar nee, niet bang voor. De EHEC-bacterie, bent u daar bang voor? Ja, best wel. Ja? En kunt u omschrijven hoe dat komt of waar u dan precies bang voor bent? Ja, het is bedreigend, dus ja, daar word je wel bang van natuurlijk. Dus u eet niet de komkommer, niet de tomaat? Nu wel weer hoor, maar ik heb het tijdje niet gedaan. Weten jullie wat de EHEC-bacterie is? Ja, dat is in Duitsland. Ja, dat is op de tomaten en de komkommers. Zijn jullie daar bang voor? Volgens het nieuws is het niet in Nederland gekomen. Dus eigenlijk ben ik er niet zo heel erg bang voor. Okay, en jij? Nee, ik ook niet. Je eet nog gewoon komkommers en tomaten? Ja, ik spoel het wel gewoon af, maar ik eet het gewoon op. En jij ook? Ja. De EHEC-bacterie, bent u daar bang voor? Nee. Nee, ik ben wel voorzichtig. U bent wel voorzichtig, en op welke manier? Nou, dat ik pas nu weer begin met Hollandse tomaten. Ik heb nog geen komkommer gekocht. Ik had er nog één in de groentela, maar die heb ik toch maar weggedaan, want ik wist niet waar die vandaan kwam. Dus er zit wel een klein beetje spanning. Ja, er zit nog een beetje spanning, want ik vind het wel heel erg.